Hallo, mijn naam is Vanessa Engelhardt en ik ben eigenaar van Equip Consultancy. Vanuit een passie voor mijn vak en als spelletjesfanaat heb ik Ctrl-A, het ICT-rollenspel, bedacht. Dit spel is bedoeld om jonge kinderen, maar vooral ook meisjes, te interesseren voor een studie en een carrière in de ICT of techniek. Veel materiaal? Veel materiaal is toch niet goed voor een milieu? Nee, niet. Ja, maar het was vanaf wat voor materiaal, hè? Hij is niet zo technologisch, dus ik denk beter de afwerking. Anders, als hij dit helemaal in de kamer zet, dan is hij lang mee bezig, want hij is niet zo goed in technologie. Ik zou voor deze gaan. Ja, alleen betaalbaar voor mensen met een flinke portemonnee. Dat is niet... hij houdt toch wel goedkoop en hij houdt niet van technisch. Dus... Nee. En het is hartstikke duur. Dus ja, nul, uitgekomen. Yes. Ja, wie stemt daar? Ja. Dus het zijn alle drie. Nou, ik vond dit spel een eye-opener voor de kinderen. Een hele mooie vorm van samenwerkend leren. Wat mij betreft een echte aanrader. Ik hoorde van het spel, ik zag het staan en ik dacht, dat weet ik niet. Maar je moet het gewoon zien gebeuren. Leuk. Ik werd als vrouwelijk rolmodel heel vaak gevraagd om gastlessen te geven om jonge meisjes, want daar begon het mee, te interesseren voor techniek. En heel vaak hoorde ik van de docenten van ja, we vinden het zo lastig om uit te leggen. We zijn verplicht om iets met techniek te doen en nou, dan hebben we voor een paar duizend euro een techniekdag en de rest van het jaar ja, zitten we een beetje met onze handen in het haar. Nou, toen dacht ik als spelletjesfanaat, ik ga een spel creëren, een bordspel. Wat gebaseerd is op projectmanagement, maar met een IT-component. Dus die kinderen moeten met z'n achten een ICT-product bouwen. En dat doen ze tegen een andere groep. En daar strijden ze tegen om zoveel mogelijk klanten te verdienen door het bouwen van het product. En om dat zoveel mogelijk naar de wensen van hun klanten te doen. Samen al 2 jaar lang denk ik heel erg druk om techniek in het onderwijs meer op de kaart te krijgen. En dit soort initiatieven helpen daar gewoon bij. Het gaat niet alleen maar over techniek in de zin van vieze handen, maar denk ook na in de zorg. Je zag ook de meiden ineens kijken van, serieus, is dat er dan ook? Wat ik heel leuk vind om te zien, is dat eigenlijk de hele tafel met elkaar samenspeelt om zoveel mogelijk klanten binnen te halen. Heel leuk om te zien de verschillende rollen die iedereen aanneemt en wat iedereen dan helemaal opleeft in zo'n rol. En ik denk zeker ook qua JetNet-activiteit dat dit wel iets is wat past. Het viel me gelukkig ook op dat het spel dermate interessant was dat jullie geen last hadden van ons, de toeschouwers. Heel goed om te zien dat binnen een ronde zit iedereen helemaal in zijn rol en heeft het spel te pakken en gaat ervoor. Wat hier duidelijk naar voren komt is dat een product niet op zichzelf staat. Maar dat er echt veel meer mensen nodig zijn om een product tot een succes te maken. Het zijn alle elementjes bij elkaar die dan eigenlijk een totaal opleveren. En dat vind ik wel heel, heel snel, heel vattend prachtig. Dat is heel mooi. Ja, ik vond het erg leuk. Leerlingen waren ook erg enthousiast en gegrepen. Dus ik zie wel een rol hierin, hiervan stoppen.